De laatste fase van deze formatie is nu echt in zicht. Formateurs Remkes en Koolmees zeggen goede vorderingen met de formerende partijen te hebben gemaakt. De bedoeling is dat er voor de kerst een akkoord ligt voor een nieuw kabinet. We horen net van jou al volgende week, misschien zelfs al. Wat is er, we lezen in jouw column over de gure wind die is gaan liggen. Wat is er nou gebeurd? Ja, die gure wind die toch wel was opgestoken sinds de verkiezingen tussen D66-leider Sigrid Kaag en VVD-voorman Mark Rutte. Dat zag je natuurlijk na dat functie elders debat heel erg ontsporen. Maar eigenlijk ook na de zomer weer. Die storm die bleef maar blazen. Er werd toch nogal minachtend gedaan over Mark Rutte in die HJ schoollezing die ze uitsprak. Dus je vroeg je af van, kan dit ooit nog goed komen? Want ja, als er één ding is wat de premierschappen van Mark Rutte kenmerkt, zijn het de goede persoonlijke onderlinge verhoudingen, waar hij zelf ook heel erg veel tijd en energie in steekt. En dat leek maar niet te lukken tussen die twee. Daar is nu toch wel wat gebeurd, merk je van de mensen die aan die onderhandelingstafel zitten, die we natuurlijk ongeveer dagelijks benaderen om te vertellen wat ze binnen qua inhoud bespreken. Nou, daar willen ze dan heel voorzichtigjes maar wat over zeggen. Maar als het gaat om hoe die couleur lokaal gaat, dan hoor je daar toch opvallend positieve geluiden. Na de zomer een paar keer hebben ze met elkaar toch diepe gesprekken gehad. Ook een keer aan de keukentafel bij Sigrid Kaag. Mm. Met een Hollandse lunch, oftewel een boterham met kaag. Zij vroeg aan kaas. Een boterham met kaas. Goedemorgen. Goedemorgen Nederland. Bij Kaag een boterham met kaas gegeten. Zij vroeg aan hem van wat wil je hebben voor lunch? Wat zou ik maken? En hij zei, doe maar boterham met kaas. Want zo is Mark Rutte. Die is niet van de opsmuk. En uiteindelijk is er toch wel iets gegroeid tussen die twee, lijkt het. Ook wel een beetje natuurlijk uit pragmatisme. Hè? Er was ook niet zoveel alternatief. D66 en VVD moesten uiteindelijk samen het kabinet in met elkaar samenwerken. In die beslotenheid van de formatiebespreking gaat het dus goed. Ja. Benieuwd natuurlijk wat er gebeurt als straks de boel op het bordes staat en je dagelijks weer met elkaar moet gaan onderhandelen voor al die dingen die je toch niet blijkt te hebben afgesproken in het regeren. Ja, over dat bordes gesproken. Wanneer kunnen we die foto zien? Ja, er was nog één enkeling die nog goede hoop had dat dat ook nog voor de kerst zou gebeuren. Maar je hoort echt breed dat dat niet meer gaat lukken. Al is het maar omdat op het moment dat er een debat is geweest over het verslag van de informateurs. Dus als we ook weten hoe het coalitieakkoord eruit ziet, de formateur benoemd wordt. Dat is dan hoogstwaarschijnlijk Mark Rutte, de aanstaande premier. En die moet dan allerlei gesprekken gaan voeren met de kandidaat bewindslieden om te kijken of zij iets op hun kerfstok hebben wat ze aan hem moeten vertellen. Gaat het om dingen uit hun belastingverleden bijvoorbeeld, of belangen, financiële belangen. Laatst natuurlijk nog commotie over Wopke Hoekstra, hoe dat al met zijn pensioen was gegaan. Die moeten met de formateur besproken worden, zodat hij de kennis van heeft en ook een afweging kan maken van, is dit een obstakel voor het goed vervullen van je ministerschap of je staatssecretariaat. Voordat je al die gesprekken hebt gedaan en ook alle eventueel zakelijke belangen op afstand zijn gezet, dan heb je het over het nieuwe jaar. En dan wordt er nu gedacht aan de eerste of de tweede week van januari. Voor de eerste week van januari zou de Kamer terug moeten komen van reces. Nou, dat willen ze voor de regeringsverklaring en de bordeszijde denk ik wel doen. Wil je het rustiger aandoen, dan kan je het ook de eerste week na de kerstvakantie doen. En 15 januari is toch de dag dat ze dan een jaar demissionair zouden zijn? Gaan ze het wel voor die tijd doen? Dat zijn eigenlijk niet. Ik bedoel, het is natuurlijk wel cosmetisch handig als dat soort zaken. Dat je daar niet aan herinnerd wordt, zou ik maar zeggen. Maar dat heeft ook gewoon met agendas te maken. Dus in ieder geval zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk, hè? Ja, fijn toch? Ja, toch. Is dit iets waar jullie op hebben zitten wachten met Smart? Nou, ik denk wel dat het goed is dat het nu eindelijk een beetje tempo komt, ja. Nou, je mag toch hopen dat er eindelijk weer beleid gemaakt gaat worden. En daarvoor is een missionair kabinet wel van groot belang. Dus ook in deze coronacrisis. Ja, en terwijl die formatie dus nu in de afrondende fase zit, presenteren de PvdA en GroenLinks een inhoudelijk oppositieakkoord. Had u zich niet vastgeklonken aan de Partij van de Arbeid, dan was u 5 maanden geleden al minister van Milieu en Klimaat geweest. Dan had u in de treinverzaal gezeten en niet in een tuinhuisje. Ja, het draait niet om mijn partij, het draait wel om politieke ideeën. Ja, en uw kiezers. En het draait erom wat we voor Nederland kunnen betekenen. En ik had dolgraag deelgenomen aan dat kabinet met de Partij van de Arbeid en D66. Zij maakte een keuze om niet met ons te praten. Ja, een partijfusie, daar gaan wij niet met z'n tweeën over. Dat is een traject, daar moet je over discussiëren met je leden. Daar moet iedereen inspraak op hebben. En dit gaat over de wijze waarop wij samenwerken in Den Haag. Maar...
Ja, geen fusie dus, wel een inhoudelijk oppositieakkoord en een innige band en samenwerking. Ik vroeg me af, wat bouwt de timing? Er is nog niet eens een regeerakkoord. Ja. Wat zien we hier dat nou? Vond ik eigenlijk ook. We hadden het er vorige week nog over op de redactie van... goh, wat is er eigenlijk met die linkse samenwerking gebeurd? Die hoorden er niks meer van. Hè? We hoorden het rond de formatie, toen gingen ze samen iets doen en daarna... Nou ja, Ploemen zag je nog wel eens als het ging over abortus in het buitenland. Maar Klaver was politiek helemaal van de aardbodem verdwenen, leek het de afgelopen weken. En ineens waren ze daar. In het tuinhuisje van Ploemen blijken ze te hebben overlegd voor een soort samenwerkingsverband. En daar komt dan een oppositieakkoord uit. Een week voordat het echte coalitieakkoord naar buiten komt. Je zou je kunnen voorstellen dat je pas wil reageren op de nieuwe plannen als je ze kent. In plaats van dat je nu al zegt dat het de verkeerde plannen zijn. Gewoon om je eigen geloofwaardigheid bij enige kracht bij te zetten. Ja, want daar gaat het natuurlijk. Nou, of zou het kunnen zijn dat ze nu met plannen komen, zodat dus de formerende partijen die misschien nog een beetje mee kunnen nemen? Nou, dat lijkt me uitgesloten. En bovendien, als je kijkt naar het oppositieakkoord, dat hangt van gemeenplaatsen aan elkaar. Hè? Iedereen een dak boven zijn hoofd, tegen de ongelijkheid. Kinderen allemaal, ieder kind moet Sinterklaas cadeautjes kunnen krijgen. Dat je wel denkt van, nou, misschien nog even gewacht tot je de echte plannen kent. Dat je er ook veel harder en geloofwaardiger tegen in kan.